iedereen, welkom terug. We gaan dus stuk per stuk gaan inoefenen. Wat bedoel ik daarmee? Eerst gaan we de strofe doen of de verse. Dan pas het gedeelte voor het refrein of de pre-chorus. Dan het refreintje of de chorus. En dan pas de brug of de bridge. We starten dus met de strofe. En wat gaan we doen met de strofe? We gaan die eerst leren rappen. Rappen waarom? Omdat rappen eigenlijk hetzelfde betekent als gewoon spreken. Maar spreken in een ritme. Dat spreken is heel belangrijk omdat we eigenlijk met popmuziek bezig zijn. Popmuziek, ik bedoel met popmuziek alles wat geen klassieke zang is. Dus pop, rock, R&B, dance, dat is voor mij allemaal pop. Hè. Bij popmuziek is het belangrijk dat alles start vanuit je spreekstem. Dus eigenlijk moet je elke song eerst leren spreken om dan pas te kunnen zingen. Omdat spreken ervoor zorgt dat alles perfect geplaatst is. Ten eerste in je klankmasker, ten tweede hier bij je ademsteun. Dus, wat gaan we eerst doen? We gaan dus rappen en we gaan ervoor zorgen dat alles vanuit ons klankmasker naar voren geplaatst is. Dus vanuit je wangen denken, vanuit je ogen denken, om zoveel mogelijk een juiste klank te produceren. Dat is één. En twee, de ademsteun. De ademsteun voor een spreekstem start vanuit je buik. Wat gaat je buik doen? Je buik gaat gewoon naar binnen gaan per zin. Dus, what would I do without your small mouth? Los. Dan ontspan je je buik onmiddellijk naar voren. Door je buik te ontspannen naar voren, gaan je stembanden gewoon los van elkaar gaan en komt er lucht automatisch binnen in je longen. Op die manier ga je dus perfect ademen. Alright? Dus ik ga het nu even voordoen. What would I do without your small mouth? Drawing me in and you're kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. Enzovoort, enzovoort. Het is ook belangrijk dat alles goed vol klinkt, zodanig dat we daar straks van alles mee kunnen gaan uitspoken. Alright, success!